Hallo, hallo, hallo. We zijn vandaag 21 augustus 2018. En 21 augustus, dat betekent eigenlijk dat we, ik denk, 23 dagen veganistisch door het leven gaan. En vanmorgen, wat we eten, yoghurtje, kokosyoghurt met wat granola, een fruitje. En mijn rijst en een pain quotidien, een pot-au-feu zonder kip, dus met quinoa gaan eten. Dat was wel lekker. Ik kan heel de morgen bezig zijn. Ik heb maar om 2:30 kunnen eten, maar voel zo dat ik minder goestings heb als vroeger. Maar is het nog belangrijk? Ik heb wel veel werk de laatste tijd. Ik ben een beetje moe, maar dat is ook een deel van het leven. En morgen vertrek ik op alcoholvrij weekend. En we gaan ook wel veganistisch eten maken voor de mensen die komen. Dus dat wordt ook wel interessant. Wat wil ik nog delen? We zijn naar een veganistisch feest geweest zondag in Gent. De Vegan Fest. Was ook leuk. Veel alternatieven. Vlees echt niet nodig. Veel andere melkproducten die er ook zijn. Dus dat is ook super interessant. Het enige wat moeilijk is soms 's avonds. We hebben zo'n zeer klein keukentje. We kunnen daar niet echt super goed eten maken. Ja, ik heb ook iets interessants staan. Ik ben gisteren naar Stef Mentins gegaan. En dat is eigenlijk iemand die eigenlijk meet wat dat je allergieën zijn. En hij vertelde dus dat er eigenlijk dat elk mens één of twee basis allergieën heeft in zijn leven. En eigenlijk al de rest dat erbij komt is door ongezond te leven. En mijn allergieën waren alcohol, ook al ben ik 7 jaar geleden gestopt. Dus het kan zijn dat eigenlijk dan er twee primair zijn. En ik moet dus 3 maanden. Dus ik was allergisch voor chocolade, hazelnoten, walnoten. Koffie, alcohol dus, en paprika's ook. En dat was zo'n beetje. En eigenlijk moet ik al die dingen 3 maanden laten. Maar de moeilijkste om te laten, dat wordt sowieso choco. Ik eet al heel mijn leven iedere dag choco. Misschien daarom dat ik die intolerantie eraan heb. Dus het is interessant om te weten. Dus ik ga 3 maanden proberen die meeste dingen te laten. En dan zien hoe dat mijn lichaam daar verder op reageert. Ik zei, het enige wat ik eigenlijk voor doe is, ik heb soms, je ziet dat nu niet zo, maar ik heb soms een opgeblazen buikje, maar niet, echt niet groot of zo, niet veel. Maar ik wil gewoon daar bewust van zijn. Ik wil eigenlijk gewoon bewust zijn wat ik mijn lichaam geef om te voeden. Dus kijk, soms voel ik ook wel zo van, kijk, we zijn bijna 1 maand veganistisch, want mijn vriendin doet mee. En soms voel ik ook wel, wow, dat is wel een lange weg. Zo. Maar vlees interesseert mij niet meer, maar ik heb het zo moeilijk met, misschien met kaas, zo gelijk een lasagne. Oh, dat eet ik zo wel graag een keer. Zo. Dus met dat, zo kaas. Het is voor volgende week in Breda zo'n kaasfondue, een vegan kaasfondue. Misschien gaan we dat ook hier doen. Maar ik ben vooral fan van groenten. Groenten en fruit en warm soep en al. Maar elk mens is anders. Hè? Elk mens heeft andere dingen nodig. Dus je moet eigenlijk vooral voor jezelf kijken wat heb jij nodig. Dus voilà, kijk. Dus we zien wel hoe dat het verder loopt. Bye bye.